De brandwacht van Balk is om tijden de kazerne net goed uitkomen, omdat er auto's verkeerd parkeerd staan. Er is een giele streek, maar gewoon mensen zetten haar auto de dochs del voor een besite aan de huis of de beste dokter. En dat is voor de brandwachters een groot probleem. Zo, dan pakken we eigenlijk wel een stuk van de stoep mooi. Maar ja, voorkomen is beter dan genezen. Stel dat we ik een bumper kan mooi nemen, ja, dat zoeken we zonder mooi. Dat wil wij net, dat wil net Ian. Dus vandaar dat de giele streep begon ik op het dik stiert. Als mensen daar rekening mee horen, zou heel fijn wezen. Want een brandwachtauto is vaak grutter als mensen tinken. Uw brandweerauto kist voor vergelijk je mooi een gemiddelde lengte van een vrachtauto. En ja, de diek is, Sachsenk is net heel erg breed. Vooral als ik net nog een parkeerde auto stiert. Wij rukken uit met de boord, dus dan ben we nog een keer langer. Dus die draaien, ja, die moeten we wel maatje kennen om na het ongeval dat te kennen wat in Safire wij nodig binnen. Het is net alleen geen balkenprobleem. Ik op oren plakken in de provincie worden auto's illegaal voor brandwachtkazernes parkeerd. Nou, kijk, parkeren is sowieso bij kazernes is best wel belangrijk, hè, dat het goed is. Je ziet dat de meeste mensen het goed doen. Maar als het fout gaat, hè, dan zorgt het er wel voor dat de hulpdiensten minder snel uit kunnen rukken. Dus daarom is het wel een belangrijk iets. En we zien dat wel bij meerdere kazernes gebeuren. De brandwacht waarschuwt. Bij Neet had de parkeerde auto pech. Als het nodig is, dan gaan we hebben hele goede chauffeurs en die letten altijd op de veiligheid. Maar als het niet anders kan, dan gaan ze er gewoon langs en dan heeft die auto die er staat, heeft dan pech.